Hey, ik ga je hoofdzak losmaken. Niet schrikken van het licht, kan een beetje veel. Positief. Zou je even kunnen helpen bij een staande houding, wat wellicht een achtergrond wordt? Ja, je mag mij even volgen. Oké, locatiestiel. Dag, mijn vriend. Op je knieën! Op je knieën! Doe rustig, doe rustig. Doe rustig, doe rustig. Is weer aangehouden. Zak om zijn kop, zak om zijn kop. In de auto. Ben jij erin? Ja, in de inzetterweg. Oké, meneer, gaat in de auto gezet worden. Opzouten, wegwezen! Wat gebeurt hier? Wegwezen! Opzouten! Persoon zit in de auto. Ja, anders trek hem maar naar binnen en dan gooi je maar in de cel hier zo. Hij wil aandacht, dan krijgt hij de aandacht die hij zoekt. Hey, ik ga je hoofdzak losmaken. Niet schrikken van het licht, kan een beetje veel. Zo. Ja, ik durf je koppelring wat. Ja, mag je voor mij ook even uit dienst gaan? En je porto mag je even op tafel leggen. Als je dat hebt gedaan, mag je plaats nemen op de stoel. Ja. Goed, hoe gaat hij ermee? Ja, dat was goed, is en ik heb geen idee wat hier gaande is. Nou, dat was hem even schrikken, denk ik, of niet? Ja, het ging van chaos tot nog meer chaos. Ja, dat heb je tevens juist. Hé, hey, ja. Ik zie dat je een bodycam draagt, staat die aan? Ja. Oké, okay, dan mag je die van nu heel even op pauze zetten. Oké. Okay. Jullie vroegen je waarschijnlijk af wat de fuck heeft Tom gedaan. Ik had een afspraak voor een video om een dagje mee te lopen met de DSI. En even mee te kijken bij speciale eenheden. En ze kwamen zo in actie. Alright, goed. Dan gaan we eerst naar de firing range. Een gigantische firing range hier zo. Het geeft ons echt heel veel opties om verschillende soorten combat te trainen. Denk daarbij aan de CQB, maar ook gijzeling situaties. Dus dat zijn wel echt even de dingen die belangrijk zijn. Tevens is... Ja, de schietbaan loopt inderdaad heel ver door. We hebben heel veel targets inderdaad. En dat zorgt voor heel veel verschillende trainingen die je hier zo kan opzetten en kan uitvoeren. Dus dat is een mooie. Alright. Goed. Ik zit even te denken of er specifieke dingen zijn die je wilt zien, want we hebben echt een gigantisch gebouw. We kunnen hier eventueel nog even binnenkijken als je... Ja, jullie wapenkamer lijkt me ook wel interessant. De wapenkamer, nou, daar kunnen we zo aan leven. Ja, nou, ik kan er nu niet kijken hè, met taser. Ik dacht, kijk even zo, maar... Nee, dat gaat er niet worden. Maar we zien er professioneel uit. Ja, daar gaan we voor hè. Gelukkig zijn we ook... Hebben we een goede subsidie gehad van de overheid? Ja? Ja, ja.
ja, wat dat betreft, een mooie baan kunnen wonen en zo. Dus we mogen absoluut niet wel. Hey, goed, dan gaan we doen naar de wapenkamer. Dan moeten we even de andere kant op. Kijk, als je jezelf afvraagt wat al die deuren links en rechts zijn, over het algemeen zijn het allemaal of kantoortjes of lesruimtes. Dat betekent dus dat wij ook hier de optie hebben om een heel grote theorie te geven, of een hele grote aantanger, zeg maar. Stel, we hebben bijvoorbeeld 50 mensen, dan zouden we die in theorie allemaal tegelijkertijd theorie kunnen geven. Zo. Ja, het is echt gigantisch. Zo. Yes, komt ie maar. Daar kom je niet zomaar binnen. Nee, daar kom je niet zomaar binnen. Nee. Nou goed, wapenkamer is niet zo heel uitgebreid. Het is een wapenkamer. Het is een minigun daarboven. Dat heeft u theoretisch juist. Dat is alleen een ontknaagemaakt model. Die hebben wij ooit een keer van iemand ingevoerd of in beslag genomen. Dus die hebben wij vervolgens ontknaag laten maken en die hebben we hier zo nou staan, de decoratie. Oké. Dus, ik ben er wel trots op, hoor, eerlijk gezegd. Ja. Ja, misschien ook wel leuk om, de bewijzenkamer een stukje te zien. Geef maar. Oh ja, hebben jullie ook nog een onderzoeksruimte verder of niet? Wat zei u? Hebben jullie verder ook nog een onderzoeksruimte of zo? Of laten jullie dat allemaal aan de forensische recherche over? Nee, in theorie laten wij dat soort dingen allemaal aan de recherche over. Kijk, uiteraard als we echt high-profile cases hebben, dan kunnen wij zelf ook nog wel eens wat onderzoek verrichten. Alleen dit zal altijd in samenwerking gaan met de forensische opsporing. Ja. Zo. Nou goed, welkom in de bewijzenkamer. Zoals je kan zien komen de gekste dingen tegen. Dit zijn drugs, neem ik aan? Daarop? Ja. Ja, positief. En dit is allemaal, ja, geld inderdaad. Jullie zijn rijk. Ja, het is niet van ons, het is allemaal van de staat. Hè, dat, Hebben jullie hier ook schilderijen van Da Vinci hangen die hier pas zijn ingenomen? Ja, precies. Anders wat bijvoorbeeld van Overvanger wordt ingenomen, dat wordt inderdaad hier op een pallet gezet. En dan wordt het zo snel mogelijk geretourneerd van de persoon van wie het is. Ja. Uiteraard naar onderzoek. Ja, dus dan staat hij nog wel even voorlopig, denk ik. Waarschijnlijk. Ja. Veel camera's op de bed. Ik weet dat het gisteren is ingenomen, dus dan zijn ze er hier voorlopig nog even. Ah, dat gaat sneller dan je zou verwachten, moet ik toegeven. Maar goed. Ja? Ja, dat gaat weer tussen. Oké, nou goed, dan we hebben een tweede en een derde verdieping. Ja. Tweede verdieping is niet heel interessant. Je mag voor mij even kijken, er zit een kantine. En de begane grond heb je daar met de persruimte. Ik weet niet of je dat even wilt zien. Ja, is goed. Alright, dan gaan we daar even naartoe. Zou jij achter onze deur weer op slot kunnen doen? Wij lopen ondertussen door, onze collega die vindt ons wel. Ja. Ja, gehoord. Alright, nou, zoals je kunt zien, hebben we hier de kantine. Groot. Ja, kijk, wij zijn 24/7 inzet. Dus dat jullie betekent hebben ook. Beter voor elkaar dan wij op het politiebureau. Ja, denk ik. Het ding is alleen wel, wij zijn hier bijna altijd. Dus we moeten hier kunnen eten, we moeten hier kunnen koken, we moeten kunnen slapen, we moeten kunnen douchen. Gaan jullie ook zijn naar huis toe, naar familie, of laten jullie dat leven achter je leggen? Daar kan ik helaas geen uitspraak over doen. Ah, maar ik vroeg niet of u familie had, of u nog naar... Oké, gaat u dan naar contacten buiten dit, of is dit echt uw leven? Nee, voor mij is dit mijn leven. Oké. Ik ben eigenlijk altijd aan het werk. Ja.
Alright, goed. Nou, we hebben zelfs een squish puppy machine trouwens. Ik denk, ja, dat is wel even waard om het nog even te zeggen. Nou, nu wil ik wel heel graag hier vaker komen. Ja, dat begrijp ik. Eens even kijken. Nou, hier zo hebben we dan onze comcent gezet. Okay. Elke keer voordat wij in dienst gaan, kunnen wij hier zo eventueel een portofoon pakken. Hier wordt er dan besloten welke porto we gaan gebruiken, welk radiokanaal. Als je eventueel bijvoorbeeld een porto kapot gaat of hij is leeg, dan kan je hier ook een andere pakken. Oké. Je mag die ene gozer lang uit de cel laten, hoor, zolang hij zichzelf maar een beetje gaat gedragen. Oh, buiten. Nou goed, dit is de hoofdingang. Hier zullen eigenlijk andere personen worden opgevangen bij de receptie. En vervolgens zullen ze vanaf hier verder gecoördineerd worden in het... Wat zei je? Ja, goed. Ben ik ook naar binnen gebracht of niet? Negatief. Okay. Nou, hier hebben we een heel mooi aquarium met de persruimte. Eventuele toekomstige toespraken die zullen hier gegeven worden. Ja. Dus dat is dan ook voor jullie als noodhulp kunnen jullie dan gewoon mooi daarbij aanwezig zijn. Als we bijvoorbeeld een mooie gecombineerde actie hebben opgezet en succesvol hebben afgerond, dan kunnen we hier zo met z'n allen gezellig een mooie persconferentie houden. Dus daar is zeker ook de ruimte voor. Ja. En dan gaan we via deze kant terug naar achter. Dan krijg je ook een kijkje achter de schermen. Daarvoor ben je hier uiteindelijk. Jazeker. Nou, hier zo worden dingen besproken voor de persconferentie. Eventueel belangrijke. Ja, exact. En belangrijke hoofdstukken worden hier aangehaald en besproken. Wat niet gaan we geven aan de pers. Ja, exact. En dan komen we via hier weer terug waar we net waren bij de kantine. Oké. Nou, is die flink groot. Ja, het is een relatief groot gebouw inderdaad. Hebben jullie wel eens een keer een inbreker gehad? Nee. Nee, we hebben hier geen inbraak gehad. Dat zou ook niet het slimste zijn om te doen, moet ik toch zeggen. Nee, het zou niet het slimste zijn natuurlijk, maar ja. Ja, we weten allemaal dat de criminelen over het algemeen niet de slimste zijn. Ja, want ik denk dat wij een stuk beter verdienen in principe dan de meeste criminelen. Ja, dat. En criminelen die kiezen ervoor om de slechte kant op, het slechte pad op te gaan. En wij kiezen ervoor om juist een beetje de goede kant op te gaan. Ja. Dus ja, dan ben je automatisch wel slimmer naar mijn mening, maar goed. Ja. Ja, goed, hier hebben we de kantoorruimte. Dit is voor de operators. Zitten jullie hier veel dan? Ja, de normale operators die zitten hier wel. De commandanten die zitten boven in hun eigen kantoor. Oké. Maar als DSI rapporteren jullie dan ook veel? Of is het voornamelijk gewoon voor de actie en jullie laten anderen rapporteren? Nee. Wij zijn er uiteraard voor een inzet. Alleen die inzet, zoals je aangeeft, die brengt ook de nodige het papierwerk met zich mee. Uiteraard is het niet onze primaire taak om die papierwerk op te lossen of af te handelen. Wel staan wij ervoor dat elke situatie goed wordt afgehandeld. En als daar papierwerk bij komt kijken, dan doen we ook gewoon papierwerk. Oké. Alleen onze primaire taak is het bijspringen waar de noodhulp het niet meer kan. En, ja, de noodhulp die zou in theorie prima een procesverbaal moeten kunnen opstellen bijvoorbeeld. Ja. Dit was dan ook het einde van deze video. We werden hier verder onderbroken door een juwelier overval. En daar gaat de DSI natuurlijk gelijk op af. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet niet op het duimpje te drukken en te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters.